Vandaag gaan we een kijkje even nemen op Rotterdam, de Heek Airport. Want ze gaan iets met de berm verbreden, als ik het goed heb. En ze hebben een spannende deadline. Want over minder dan 48 uur moet de baan alweer open zijn. Want dan komen de eerste vliegtuigen. Dan gaan we. Dat ziet er gesloten uit. Ik denk dat we die kant op moeten als we naar binnen willen. Hey, wat doe jij op mijn werkplek? Nou, ik dacht, ik kom even genieten van het uitzicht. Oh? Jij bent Ad, hè? Ik ben Ad. Maar wat doen jullie nou precies? Rotterdam, de Heek Airport, dat is een vliegveld wat zich de afgelopen jaren steeds aan ontwikkelen is en aan een stuk vernieuwing doet. En dat ook aan de regelgeving voldoet die daarvoor geldt voor de stad-landingsbanen. Ik begrijp dat de voorbereiding ook gewoon ontzettend belangrijk is. En hoe doen jullie de voorbereiding dan? De werkzaamheden die voor dit project bedoeld zijn, die worden in eerste instantie compleet geïnventariseerd. Dan heb je een beeld van wat je allemaal moet gaan doen. En vervolgens ga je dat werk ga je in zo kort mogelijke periode proppen. Dus je gaat op een gegeven moment verschillende units op die tekening ga je inplannen. Je gaat er een draaiboek van maken. En je gaat dat zo compact mogelijk maken dat het op een gegeven moment in zo kort mogelijke tijd uitgevoerd wordt. Wie zorgt er dan voor de planning? Dat is Edwin Koppenaal. Hoi, jij bent Edwin. Dat klopt. En jij bent planner? Ik ben projectcoördinator bij Duur Even Meer. Projectcoördinator. En wat houdt dat precies in? Als projectcoördinator ben je verantwoordelijk voor de hele voorbereiding van een project. Hoe ziet zo'n planning er dan uit? Wat je hier ziet is een schematische weergave van de startbaan. En dan hebben we hier aangegeven welke activiteiten wij aan het doen zijn. En we hebben per uur hebben wij zo'n tekeningetje gemaakt. En wat nou als het bijvoorbeeld kaart regent? Wat doen jullie dan? Als het heel veel regent, heb je de kans dat het zand helemaal verzadigd en verwaterd, mm-hmm. waardoor we dus niet meer met de zware asfaltmachines op het zand kunnen rijden. En dan kunnen we dus niet asfalteren. Dus dat is een van onze grootste risico's geweest. En vandaar dat wij aan de voorkant goed hebben gekeken naar de weersvoorspellingen en dan besluiten of het project doorgaat, ja of nee. Ja, dus het is niet zo dat ze buiten geen zin hebben om in de regen te werken? Nee, dat is niet leuk voor de mannen, maar daar kunnen ze wel tegen. Wat zijn jullie nou mee bezig? Wat vraagt de bouwer? Nou, wij als opdrachtgever één uitdaging, en dat is de baan. Die moet volgens de nieuwste normen breder zijn. Een ander voordeel als je breder bent, is dat als je 747 vliegtuigen krijgt, dus grotere vliegtuigen met 4 motoren, is dat de buitenste motoren dus niet boven het gras hangen. En dan zuigen ze heel veel vuilen, dat is de grote stofzuiger. Maar dan hangen ze boven het asfalt en dat kan je veel beter beheersen. En dan krijg je veel minder kans op schades. Hoe lang van tevoren zijn jullie bezig met plannen van zo'n gigantisch project? Ja, dat gaat dan gewoon een jaar terug. We zijn met het projectteam van Dura Vermeer en Rotterdam Diek Airport zijn we een jaar lang bezig geweest om deze 2 dagen en 3 nachten te kunnen plannen. We moeten het vliegverkeer natuurlijk ook stilleggen voor deze 2 dagen. Dus dat is een gigantische uitdaging om dit van elkaar te krijgen. Edwin, ik wil jou niet langer vertraging bezorgen, zodat de vliegtuigen ook weer snel kunnen landen. Toepasselijk. Ja, dus ik ga je bedanken en tot ziens. Dat was het alweer voor vandaag. Morgen zullen we erachter komen of het ze is gelukt om de baan af te krijgen. Goedemorgen Kevin. Goedemorgen Shane. Wat is het weer lekker vroeg, hè? Hoe zou het zijn gelopen gisteren? Is het gelukt, weet je dat? Ik heb geen idee, dus ik denk dat we even... Moeten we even, ik heb hier al... Wil je even Edwin bellen? Edwin, hier Shane en Kevin. Hey, Shane en Kevin. Het is allemaal goed verlopen, de baan is weer open, de vliegtuigen landen weer. Super trots op het resultaat. Dus ik ga nu gauw weer verder, want het volgende project staat alweer te wachten. Succes verder. Tot ziens. Zo, dat was hem wel weer, hè? Ja, dat was hem zeker weer. Ik vond het erg tof om op de start- en landingsbaan te mogen staan, hoor. Weet jij wat we de volgende keer gaan doen? Want, ik heb nog geen idee. Dan gaan we vakantie vieren. Een last minute krankenaren. De vliegtuigen vliegen toch weer. Daarom. Vergeet niet te liken en te abonneren op dit kanaal. Hè. Tot de volgende keer. Hoi, goeiedag. Hoi, goeiedag. Jij bent Ed, hè? Nee, ik ben Ad. Goeiemorgen. Jij bent Ed. Nee, nog steeds niet.